Dit gaat over een speciale vorm van verwondering, serendipiteit. Dat heeft mij altijd bijzonder geboeid en is achteraf bekeken ook een leidraad geweest in veel van wat ik in mijn professioneel en ook profaan leven heb gedaan. En als longarts is het normaal dat ik begin met deze meneer, dat is Alexander Fleming. Sir Alexander Fleming was een Schotse arts die gediend heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog. En u zal nog zien in dit verhaal dat oorlogen wel een rol spelen. Die man was bezorgd om de vele kwetsuren die hij zag bij zijn soldaten en hij zocht naar antiseptica, producten die de wonden proper hielden. En daarna in zijn labo is hij op zoek geweest naar deze stoffen en heel toevallig op een ochtend zag hij dit. Namelijk op zo'n petriplaat, op zo'n ronde plaat waar dat je bacteriën op kweekt, en die zie je dan onderaan als kleine kolonies, was er heel toevallig een contaminatie, een schimmel, opgegroeid. En dat gebeurde dikwijls, maar wat hij observeerde, en dan komt serendipiteit van pas, is dat rond die schimmel geen bacteriën meer groeiden. En dan is hij die schimmel gaan onderzoeken en specifiek gaan testen en heeft hij gevonden dat die schimmel antibacterieel werkte. En die schimmel heette penicillium, en u voelt mij al komen. Hij heeft dus penicilline ontdekt, het eerste echte antibioticum, en heeft daar ook terecht de Nobelprijs geneeskunde voor gekregen. En dit is een voorbeeld van serendipiteit. Hij was op zoek naar iets, antiseptica, om een soort bruikbaar bleekwater, zou president Trump zeggen, om wonden proper te maken en hij vond een antibioticum. Heel de geschiedenis van de geneeskunde zit vol met dit soort ontdekkingen. Men schat dat 80-90% van de grote doorbraken in de geneeskunde te wijten zijn aan deze toevallige ontdekkingen. U ziet daar rechtsboven bijvoorbeeld meneer Semmelweis. Meneer Semmelweis heeft ervoor gezorgd dat de kindersterfte met tientallen procenten ineens is gedaald, omdat hij de kraamkoorts heeft weten bestrijden. Wat was er aan de hand? In die tijd, 1850, in Wenen, stierf ongeveer 1 vrouw op 4 in het kraambed, ten gevolge van infecties. Ja? Dat wist men toen niet. Hè? Men wist niet wat er gebeurde. Nu, die meneer Semmelweis, die werkte in de Universiteit van Wenen, en die had een goede vriend, en dat was een anatoom. En die was dus op lijken bezig aan studenten en dokters te tonen hoe dat het menselijk lichaam in elkaar zat. En die man had zich eens gesneden met zijn scalpel, daar een infectie op gedaan. En dat leek heel sterk op kraamkoorts. Nu, hij heeft dat dus ontsmet. En hij vroeg aan alle studenten en dokters die keken naar de anatomieles om preventief hun handen te wassen met een soort bleekwater. Ja? Nu, wat bleek? Die artsen gingen daarna vrouwen bevallen in de kraamkliniek van Wenen en die hadden geen kraamkoorts meer. En hij heeft de link gelegd tussen het wassen van die handen en het verlossen van een vrouw. En vandaar komt ook het idee om voor een chirurgische ingreep daarna en voor bevalling enzovoort, dat artsen hun handen ontsmetten en zelfs handschoenen aantrekken. Vroeger was dat niet. En dat is ook zo'n toevallige vondst. William Röntgen, de ontdekker van de X-stralen, de radiologie, puur toevallige vondst, omdat hij was dus bezig, een fysicus, was bezig met het ontdekken van elektromagnetische straling. En hij hield toevallig eens zijn hand voor die stralenbundel. En wat bleek als hij de plaat ontwikkelde, dat hij de botten in zijn hand zag. Hij was daar helemaal niet naar op zoek, maar heeft het wel gevonden. Dat is serendipiteit. Buiten de geneeskunde, het mooiste voorbeeld dat dikwijls wordt gegeven, is de post-it. Post-it is een toevallige vondst van deze chemicus die op zoek was naar krachtige lijm. Superglue. Maar hij had een lijm ontwikkeld die wel kleefde, maar als je erop drukte, maar die je onmiddellijk ook weer kon losscheuren. Daar was niemand naar op zoek. Maar als hij daarover sprak met zijn collega die in een koor zong en een koorboek had waar hij zijn bladwijzers tussen stak, die was het beu dat zijn bladwijzers altijd uit zijn koorboek vielen. Dus hij zegt, dat plakding van u, mag ik dat even gebruiken om te kleven op de pagina, zodat ik weet waar ik moet gaan zingen. En toen is de gloeilamp aangegaan, het Eureka-moment van, we hebben hier iets gevonden.
waar we helemaal niet naar op zoek waren. En tussen haakjes, waarom zijn die post-itjes, waarom zijn die altijd geel? Dat was omdat het enige papier waar zij hun hand op konden leggen in dat lab was toevallig geel. En daarom zijn er gele post-itjes ontstaan. Wat een fantastische verwondering deze mensen hebben meegemaakt. Uit mijn eigen carrière, ik ben longarts, ben je dikwijls geconfronteerd met een klaplong. Dat is het spontaan loslaten van de long aan de ribbenkast, zoals u hier op dit scherm ziet, daar aan de link, in uw rechterkant, ziet u dat er plots lucht ontstaat tussen twee longvliezen. En dan valt de long als een paddenstoel, als een pannenkoek, in elkaar. Dat doet plots heel veel pijn. Mensen worden kortademig en je ziet dit heel frequent. Dat is een frequente aandoening bij gezonde jonge mensen. Hoe wordt dit behandeld of hoe werd dit behandeld? Op deze toch licht barbaarse wijze, zoals u daar rechts ziet, wordt er een chirurgisch gat gemaakt, waar je dus letterlijk je vinger moet insteken en dan een soort tuinslang inbrengen in de borstholte, zoals u daar op het schema ziet aangetoond. U moet niet hoog opgeleid zijn in de geneeskunde om te zien dat dit pijnlijk is. Die tube blijft daar 1, 2, 3 dagen in zitten. Een soort tuinslang tussen uw ribben bij jonge dames, jonge meisjes, jonge jongens. Dat doet heel veel pijn. Mensen moeten 2, 3 dagen in het ziekenhuis liggen. Kortom, een vreemde manier om, of toch een erg pijnlijke manier om dit te behandelen. Nu, toen ik daarmee geconfronteerd was in mijn jonge jaren als pneumoloog, vroeg ik mij af waarom gebruiken ze om lucht te verwijderen een tuinslang? Waarom moet dat zo dik zijn? Kan dat niet met een fijner rietje? Dan ben ik binnen zoeken, van waar komt die tuinslang? Wie is daarop gekomen? En als je dan de literatuur bekeken, we zitten weer in de oorlog, zien we dat tijdens de Koreaanse oorlog, de Amerikaanse artsen hadden toen voor de eerste keer veel soldaten die slachtoffer waren van shrapnel, dus ontploffende granaten, en die niet direct dood waren, die hadden dus lucht rond hun long, zo'n klaplong, maar dan niet spontaan zoals bij jonge mensen, maar omdat er een stuk granaat ingevlogen was. Maar daar zat dikwijls ook debris bij, een beetje aarde en bloed enzovoort. En vandaar dat zij dikke buizen gebruikten om dat te evacueren. En daarna hebben zij gezegd, ja, dat werkt, we gaan dat dus voor alles gebruiken. Ook voor een simpele klaplong waar alleen maar lucht in zit. En tijdens het drinken van een mojito, waarbij je slurpt aan een rietje, bedacht ik bij mezelf, waarom gebruiken we geen rietje om die lucht daaruit te zuigen? Dit zijn originele foto's van mijn oorspronkelijke paper daar dan over. Ziet u links, zodat we voor de eerste keer in feite met een heel dun rietje die lucht daar gewoon uittrokken. In plaats van daar een dikke tuinslang met een operatie in te proppen in die patiënt. Ik heb een paar vrienden zover gevonden om daar een studie rond te maken. En dat is deze paper geworden, die mijn meest geciteerde paper is in een Amerikaans toptijdschrift. En daar ben ik dan wel een beetje fier op, is omdat in de guidelines, de richtlijnen wereldwijd over de behandeling van die klaplong, is het aspireren met een dun rietje nu standaard geworden. Dus gewoon het drinken van een mojito en het zich afvragen waarom gebruikt men een tuinslang, heeft geleid tot een nieuwe behandelingsprincipe van die klaplong. En dat is dus de verwondering en vooral het stellen van de vraag waarom. Waarom gebruiken ze een tuinslang, heeft hiertoe geleid. En op die waarom-vraag kom ik zelfs nog terug, want dat is de belangrijkste les die ik geef aan de studenten aan wie ik nog lesgeef. Dat is alles dat ik hier geleerd heb aan u, van zodra dat u in het veld komt, binnen 5 jaar, binnen 10 jaar, is misschien al gedepasseerd. Dus je moet dat nu kennen, maar eigenlijk moet je u de vraag stellen, waarom zegt die noppen dit nu? Waarom doen wij wat wij doen? Ik kom daar in mijn besluit op terug. Dat is het belangrijkste dat de student geneeskunde moet leren. Dus zoals ik al zei, 90% ongeveer van alle disruptieve ontdekkingen zijn te wijten aan toeval. Mensen die iets vinden waar ze niet naar op zoek gaan, gaande van Archimedes in zijn bad voor de zien of er zilver of goud in de kroon zat, de appel die op het hoofd van Newton viel en de ontdekking van de zwaartekracht, de microgolfoven, de teflonpan, het vulkaniseren van rubber, noem maar op. De ontdekking van Amerika door Columbus is allemaal serendipiteus. En van waar komt dat woord serendipity dan? Want je moet je altijd afvragen waarom. Van waar komt iets? Dat is een mythe, een fabel van de 3 zonen van koning Jafar van Serendip. Serendip is de oude naam voor Sri Lanka.
Die werden op pad gestuurd door zijn vader, omdat Sri Lanka was omgeven door zwemmende draken en zij moesten een oplossing vinden om die draken te neutraliseren. Maar in hun zoektocht vonden zij van alles, behalve uiteraard de toverformule om die draken, en dat is de clou van het verhaal, want door al hun ontdekkingen zijn uiteindelijk die draken weggegaan. Maar enfin, die drie prinsen van Sirindip, die ontdekten oplossingen, zoals in het verhaal staat, bij toeval en wijsheid, voor dingen waar zij niet naar op zoek waren. Zij vonden antwoorden op vragen die ze niet stelden. En vandaar het woord serendipiteit. Dus in de Engelse Oxford Dictionary betekent dit dat serendipiteuze ontdekkingen zijn gemaakt door individuen die bruggen zien waar anderen niks zien, een gat zien. Hè. Connecting the dots noemt men dat tegenwoordig in het management. Hè. Connecties leggen. Steve Jobs is misschien wel een van de meest iconische serendipiteuze ontdekkers. En voor hem is creativiteit just connecting things. Connecting the dots. Louis Pasteur zei het ook, het is niet toeval, het is geen geluk. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Je moet daarvoor openstaan. Geluk of een toeval is een incident, maar serendipiteit is een capaciteit om dat toeval te zien. Dat is toch wel een nuanceverschil. Hoe dat werkt, is dat in je hoofd, als je met een probleem bezig bent, beginnen de radertjes te draaien, stap 2 daar. En serendipity wil werken dat er door een event, door toeval, door een externe stimulus, er iets bij komt, wat maakt dat je een nieuwe oplossing vindt voor iets. Dat is hoe serendipiteit werkt. Men heeft dat onderzocht en mensen die daarvoor openstaan, voor serendipiteus denken, die zijn in het algemeen vrij gemotiveerd, gebruiken hun netwerken, nemen graag risico's, maar staan toch met hun voeten op de grond. Ze zitten met een reëel probleem. Ze zijn nieuwsgierig. Daar gaan we weer, verwonderd over alles. Goede observators. En zijn altijd alert voor dit soort eventen. En zijn dus prepared. L'esprit préparé, zoals Pasteur het al zei. Wat ik dan probeer als CEO van een ziekenhuis, is die kenmerken op organisatieniveau in te bouwen. Want dan ben je een innovatieve en veranderende omgeving. Dus dat komt erop neer dat je heel veel mensen met elkaar in contact moet brengen. Je moet ze vertrouwen geven om te experimenteren. Je moet ook de autonomie, de vrijheid geven daarvoor. En dan, als er iets wordt gevonden, moet je als baas dan of als organisatie de hefbomen en de implementatie, de valorisatie van die ontdekkingen ook toestaan. Het is dus een soort geestesgesteldheid die je wil inbouwen. En naar aanleiding van dat post, dit verhaaltje, zijn heel veel bedrijven en organisaties, en in ons geval ons ziekenhuis, zijn ook bezig om deze ruimtes te creëren, zowel fysiek als mentaal, waar mensen elkaar toevallig kunnen ontmoeten. De soort du choc des idées jaillit la lumière. Als je mensen bij elkaar brengt uit verschillende omgevingen, gebeurt er soms iets moois. En dat moeten wij stimuleren. En dat is iets helemaal anders dan het klassieke wetenschappelijke experimenteren, waar ik altijd een soort second thought bij heb gehad. Want tegenwoordig, als je een grant schrijft voor het FWO, moet je bijna al voorspellen wat je gaat vinden. Anders krijg je geld niet. Einstein wist al, if we knew what we were looking for, we wouldn't call it research. Je bent op zoek naar iets. Je kan het niet voorspellen wat je gaat vinden. En dat is dus die geestesgesteldheid waar ik het over heb. En er zijn dus heel mooie voorbeelden van zo dergelijke encounters die je kunt organiseren. Wij doen dat met FabLabs, ook aan de universiteit, campus, hackathons, waarbij je mensen bij elkaar brengt en ze laat broebelen onder elkaar en een keer schudden en zien wat eruit komt. Fantastisch, ik heb al een paar hackathons meegedaan en nu zit ik ook in juries van dergelijke zaken, dat is fantastisch. En in het ziekenhuis hebben wij zelf zoiets georganiseerd, ons Zorg 2030-platform, waar wij jonge geesten uit verschillende delen van het ziekenhuis gewoon bij elkaar hebben gezet. En laten nadenken over innovatie. Van wat hebben wij hier nodig? En daar komen toch wel fantastische zaken uit. Dat is een gratis consultancy die je krijgt. En die eigenlijk ongelooflijk is. Dus die serendipiteit is iets extra. Het is een extra bovenop wat je normaal behoort te doen. Continue verbetering. Het met de linker hersenhelft rationeel verbeteren van je processen, van je bevindingen. Dat moet je ook doen. Maar dat is die extra stap erbovenop die we graag stimuleren. Klassieke uitspraak is, het elektrische licht kwam niet van de continue verbetering van kaarslicht. Dat was iets anders. Plots is dit ontdekt. En je kan dit zo voorstellen, als je
performantie uitzet over tijd. Die continue verbetering noemen de Japanners Kaizen. Hè. Het continu verbeteren van uw processen. En dan plots vind je een disruptie, iets nieuws. En dat noemt men Kaikaku. Hè. Je brengt het een level hoger. En als je dat dan nog op een bescheiden manier doet, zoals dokter Shuhei Lida, die de Toyota Manufacturing System heeft bedacht, dan krijg je die bijna zen approach ten aanzien van serendipity. Je hebt dus beide nodig, het rationele, analytische, continu verbeteren, hè, wat je leert op de management school, en dan het disruptieve, dat je leert, denk ik, in de wereld. En dat is een state of mind waar je moet voor openstaan. En om af te ronden, laat ik u dit zien, dat is een afscheidspaper van de vroegere, een grote chirurg, een Amerikaanse chirurg, die zijn carrière beschrijft als serendipiteus, bescheiden, en denk eraan dat er zoiets bestaat als Dumbo's veertje. Je kent het Disney-verhaal van Dumbo met de grote flaporen. En dan was er die muis die zei aan Dumbo, je kan vliegen als je er maar in gelooft. En hier is de heilige veer, de toverveer, die je gaat doen vliegen. En in de geneeskunde en in het leven in het algemeen hebben wij heel snel de neiging om op zoek te gaan naar toverveertjes. Hè, en dingen for granted aannemen en dat gewoon blind geloven. En het ding is, sta open voor nieuwe mogelijkheden. Stel u altijd de waarom-vraag. Hetzelfde verhaal als met mijn klaplong. Heeft die grote chirurg hier over allerlei zaken in zijn vakdomein ook ontdekt. Dat we heel veel dingen voor waar aannemen omdat ooit iemand dat gedaan heeft, omdat dat moest, maar nooit de vraag gesteld heeft, is dat wel nuttig, is dat wel juist wat ik hier zei. En hij refereert ook naar wat een heel mooie boodschap is voor artsen. Ik zal het in het Amerikaans van de zuidelijke staten zeggen, take care sick folks, listen to what your patients are telling you, don't be greedy, love one another and don't be stupid. Dus dat is een soort ideaal artsenbeeld, een beetje geromantiseerd. Maar het vat wel heel goed samen wat nieuwsgierigheid en serendipiteit kan betekenen. En dus dat is ook een vorm van streven naar excellentie. En dat is, denk ik, niet alleen een skill. It's not only a skill, zou daar moeten staan. It's an attitude. Het is een manier van denken, een manier van openstaan in de wereld. En maar misschien, om af te ronden, de mooiste definitie van serendipity kwam nog van Julius Comroe, was ook een beroemd arts. En die zei, serendipity is like looking for a needle in a haystack. Het is als zoeken naar een naald in de hooiberg en naar buiten rollen met de boerenmeid. En als dat geen mooie afsluiter is, dan weet ik het niet.